Het Boekenfestijn in Eindhoven trekt jaarlijks steeds meer bezoekers. De liefhebber kan het terecht voor heel veel boeken met heel veel korting. En het komt goed uit met de koude en donkere maanden voor de boeg. Waar gaat u op af, wat voor soort boek? Eigenlijk van alles, maakt niet uit, als het maar Nederlandstalig is. Komt u met een boodschappenlijst hier naartoe of op goed geluk? Ik heb wel het idee in mijn hoofd en dan kijk ik hier met name welke kopjes ik kan treffen. Ik kijk zomaar wat rond en ik zie wel of er iets van mijn garing bij zit, ja of nee. En kijk, lukt dat? Ja, meestal wel. Kijken we gelijk voor de kindjes thuis natuurlijk of er iets is. Veel bezoekers komen hier elk jaar terug om te snuffelen tussen oneindig veel boeken. Ze werken zonder plan en slagen altijd. En nou wat gevonden? Ja, ik heb nu 3 boeken. Mag ik eens kijken? Ja, dat mag. Waar gaat het over? Kijver is van de Lemony Snicket serie en die heb ik allemaal. Dus ik denk dat het wel een goede is. Je hebt ook de gespecialiseerde koper. Die gaat recht op zijn doel af, maar dat wil nog niet zeggen dat het daarom ook sneller gaat. Hier is het nog redelijk rustig, maar niet te druk. Dat is een voorwaarde eigenlijk om een goed boek te zoeken. Heb je tijd nodig, hè? Dan moet je goed kunnen kijken en moet je rustig kunnen staan en dat gaat hier nog. Al iets gevonden? Vooral wetenschappelijke literatuur. En je vindt die hier nog. Ik zal hem eens even nemen. Jets from Young Stars. Ja, waar gaat het over? Ja, ik zal een stukje naar het boek laten kijken. Dan wordt het misschien helemaal duidelijk waar het over gaat. Want uitleggen zal een stukje moeilijker worden. Dan bent u geslaagd? Ja, tuurlijk. Kinderboekjes, hè? Ja, ja, echt gezellig. Kom elk jaar hier. Je gaat voor Sinterklaas? Ja. Van boeken heb je nooit genoeg is hier het motto. Voor jezelf of voor een ander. En sowieso om de winter door te komen. Wordt altijd op de juiste tijd gehouden eigenlijk. Najaar, slecht weer wordt. Dan kunnen we hier dus gaan zoeken hoe we de winter door gaan komen. Right now. You need to come home so I can hold you tight.